een hele goede morgen allemaal, dames en heren. Het is vandaag woensdag. En voor degenen die de vlog van gisteren niet hebben gezien. Nou ja, ik ben dus gisteren positief getest op corona. Ja, vreselijk hè. Ja, ik zie jou gewoon al schrikken. En ja, dus ik zit in quarantaine in mijn vakantie. Ik ga nu even de uitslag checken, want ik heb de mail gekregen. Het moet allemaal heel ingewikkeld worden met die stomme DigiD. Maar ik zit nu zo te denken dat... Normaal belden ze je toch altijd? Ik kwam nog herinneren, vorig jaar toen ik corona had, toen belden ze je continu, die GGD, voor zo'n... hoe heet dat nou? Zo'n broncontactonderzoek. En nou ben ik nog geen één keer gebeld. Dus ook gek ofzo, dat ze dat nu dan weer niet doen ofzo. Moet ik een QR scannen? Ja, positief. Ja, ik zie het staan. U bent getest op 1 maart. De uitslag van de test is positief. Dat betekent dat u corona heeft. En ik wist nou ook niet helemaal of je naar buiten mocht. Volgens mij mocht je wel naar buiten. Als je gewoon op een open plek waar niet veel mensen komen of zo. Gewoon mag je wel rondje lopen of zo. Dus ik denk dat ik dat ook wel ga doen. Ja, ik vind dat zonde. Weet je, ik wil ook gewoon even naar buiten. Je merkt ook dat je frisse lucht nodig hebt hoor, want anders dan word je ook niet goed in je hoofd. Kijk, het zonnetje schijnt gewoon. Beetje een vreemd zonnetje achter die wolken. Maar ja, verder gewoon lekker weer, dus ik wil even naar buiten als het kan. Is dat überhaupt wel een zon? Ja, dat is een zon, ik kon het niet helemaal zien. En dan bedoel ik dan daar, lekker op dat plantsoen daar, lekker. Er loopt toch geen één hond, dus kan ik dan wel even lopen. Ik ben even onder de douche geweest en ik ga nu maar gewoon even doen alsof ik gewoon me klaar maak voor de dag, terwijl voor wat, ja. Even een cremetje op je gezicht, even een cremetje. En ja, dan ga ik maar gewoon, eeuw, ik smeer het ook in mijn wimpers, wat een ellende. Jongens, en dan zie ik verder wel wat de dag brengt. Ja toch, ik weet het af en toe ook even niet meer hoor. Oh jongens, ik zit allemaal oude video's van Marcia terug te kijken. Van echt hele oude video's van... toen vlogde ze nog op Beautygloss. Nu vlogt ze op Vloggloss natuurlijk. Maar, hele oude video's. En ik vind het zo leuk om allemaal terug te kijken. En op een of andere manier... heb ik het idee dat die tijd allemaal van vroeger allemaal zoveel leuker was dan de tijd van nu. Ik weet niet, dat voelt zo. Ik bedoel, dit bijvoorbeeld allemaal in 2014, 2013. Ik weet niet, dat voelde allemaal zo. Ik krijg er hele goede gevoelens bij ofzo. Terwijl ik nu zou denken, in 2022 allemaal vreselijk. De hele wereld staat op zijn kop. Maar toen was alles zo leuk. Oh. Dit was van haar Beauty Girls party. Oeh, en by the way, de vlog. Over, nu we het toch over Marcia en de vlogs hebben. Ik was een keer met Marcia wezen TikTokken. Was in januari dit jaar. En die dag vergeet ik nooit meer. Hier staat ergens een screenshot van de vlog in beeld. En welk nummer de vlog is en... ik zou zeggen, check hem even, want het is zo leuk. Jongens, ik ga zo goed op dit stukje. Ze zijn dus nu op het strand. Echt, dit is een random dag in 25 mei 2014. Maar kijk hoe grappig. Oh, het is heel koud. Inderdaad. I'm officially wearing the worst beach outfit ever. Oh, het is heel koud. Dit is heel gezond, hè, dit. Dat, dit is heel dat goed voor jou. Schuim. Je moet je gezicht smeren. Nee, je moet met je voeten er doorheen. Dat is geen stront. Ik ga helemaal stuk. Mag ik het op je gezicht smeren? Nee. Nou, jongens, dit wordt een hele middag die vlogs kijken. Ik zeg het jullie. Jongens, kijk hoe leuk deze TikTok. Gisteren dacht ik echt, ik ga iemand helemaal in elkaar slaan. Oh, dan blijf ik de beesten zo vaak. Ja? Ja? Gewoon dat je het zat bent. Nom, 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 nom. Even wat fruit eten. Ik kijk nu een mukbang van Nienke Plas. Nou, ik gier erop los. Ze eten allemaal vieze dingen. Oeh.
Ik zit momenteel in twijfel. Zou ik nou pannenkoeken bakken of zou ik eerst aan? Mijn moeder had vanmiddag lekker pannenkoekenmeel gebracht. Lekker. Dus dat is nice. Dus zou ik vanavond eerst pannenkoeken gaan bakken? Of zou ik eerst even een wandeling maken? Het is nu 6:15. Nee, ik denk eerst eten en dan lopen. Genade zeg, ik moet even schakelen. Ik loop nu even lekker buiten. Even, ja, sorry hoor jongens, ik moet even een rondje lopen, anders word je helemaal gek. Ja, ik kan niet 5 dagen lang binnen zitten. Ja, dat gaat voor mij echt even een spersieboom te ver. Dus ja, ik loop lekker even buiten. Even ademen. En het... En het is best wel lekker. Het is niet heel koud. Het is echt... Het ruikt ook lekker. Je ruikt lekker de natuur. Ja, helemaal lekker. Ik heb net ook iets echt van 5 pannenkoeken op, hè jongens. 4, 5 pannenkoeken op. Ik stumpte hem helemaal door, hoor. Het is echt daadwerkelijk weer waanzinnig, jongens. Om even buiten te zijn. Het voelt zo goed. Nou, even wandelen. Ja. La 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 la. La la la. Jongens, ik heb corona. Ik heb corona. Nee, dat is niet grappig. Oh, jongens. Ik vind die sterren weer zo mooi. Wauw. Prachtig in de lucht. Meid, kijk wat ik heb uitgevonden hier. Hey. Een heel lief heersbesje. Oh, het gaat hard. Kijk dan. Ah, jongens. Oh. Oh, meid. Ik word helemaal gek. Oh, nou, ik ga nog eens kotsen. Dit gaat hard, joh. En wat heb je hier voor attribuut? Dit is een soort vlinder of zo. Wat is dit? Volgens mij is dit een soort wipwap. Oeh. Nee, dat is een wipwap. Daar ga ik niet op. Nee. Nee, dat ga ik niet doen. Nou, ik heb gelijk weer een klacht erbij, jongens. Misselijkheid. Hoe is het eigenlijk echt met me? Gaat beter, jongens. Dat grillerige idee, dat heb ik een beetje achter me weten te laten. Dus een beetje wat koud, dan weer warm, dan weer koud, weet je wel. Het is nu nog gewoon een beetje meer een lekkere snifferde snafneus. Dus een beetje snotteren. Maar ja, weet je, ja. Over het algemeen mag ik echt niet klagen. Zij weet natuurlijk niet dat ik corona heb. Dat weet zij niet, die giet. Zij zit lekker de hond uit te laten. Zij weet niet wat er overkomt. Nou, het is echt gevaarlijk hoor hier. Het is hartstikke donker. Geen ene lantaarnpaal. Ik moet nu een of andere brug over. Nou, daar zit er een gat in die brug. Zit ik zo in die sloot. Oh my, dit is echt afschuwelijk. Oeh. Wat is dat? Oh, dat is een vis. Oh nee, dat is een eend. Nee, dat is een eend. Wat voelt het goed om even lekker buiten te zijn. Ik kom even helemaal tot mezelf. Maar ik loop ook op een heel mooi plekje waar een heel groot... Ja, hoe noem je dat? Een soort meer, een soort polder is. Dus het is lekker groot. Kan je gewoon even luchten lekker. Heerlijk. Oh, raad ik echt iedereen aan die corona heeft. Ga gewoon ook wel dan in de avond... Niet natuurlijk 's middags waar iedereen natuurlijk loopt. Maar lekker 's avonds, niet geen hond loopt hier meer. Ja, dan kan je echt wel even rondlopen hoor. Maar het is wel eng, want het is helemaal donker. Dan loop je op zo'n groot plantsoen. Hallo. Het is gewoon letterlijk lopen tussen de sterren. Ik vind het echt... Het is zo'n heldere lucht, dus je ziet die sterren zo mooi. Het is gewoon een droom. Oké, guys. Ik ben thuis. En zo, dat vergt dan opeens wel toch alweer veel kracht. Want ik heb echt wel een stuk gelopen. Ik denk wel 3, 4 kilometer. Makkelijk. En ja, dan moet je toch even bijkomen als je thuis bent.
Dat is gek, hè? Als je door zo'n virus, dat je hele energielevel... Normaal had ik altijd heel veel energie. En dat is toch minderend in zo'n corona-situatie. Dus dat is eigenlijk natuurlijk weer niet leuk. Maar ja, dat komt ook vanzelf allemaal wel weer goed. En zo niet, dan is dat maar zo. Je moet leren dealen met dingen in het leven. Het is echt zo, jongens. Wat ga ik nu doen? Ik ga nu me klaarmaken voor bed. Ik ben gebroken. Het is hoe laat? Ja, 10 uur. Ik ga nog wat dingetjes kijken in bed. Ik ga vlogs editen. En dan vind ik het mooi voor vandaag. Ik had toevallig mijn kapper vandaag aan de lijn. Via de FaceTime. Want dit kan natuurlijk echt eigenlijk niet, hè, dit haar. Het is echt... Zei ik het nou vorige vlog of die vlog daarvoor? Dat ik in een haarscrisis zit. Ik weet gewoon niet wat ik met mijn haar aan moet. Kijk, nu lijk ik weer een platgestampte dopert. Weet je? Nou ja, laat ook maar eigenlijk gaan. Oh, irritant. Ik moet echt naar de kapper als ik uit quarantaine mag. Maar ja, wanneer? Oké, allemaal dames en heren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ja, ondanks de quarantaine. We moeten er maar iets van maken. En ik hoop dat morgen... Ja, weer iets leuks voor ons in petto heeft, ongeacht quarantaine of niet in ieder geval. Slaap lekker en tot morgen.